Droevig nieuws voor fans en nabestaanden van Klaas Hofstra. De acteur overleed op 79-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Amsterdam. Dat zegt een goede vriend van de acteur in een persbericht. Hofstra studeerde Engels en was een tijdlang docent in dat vak. Als acteur treedt hij al jaren solo op in het buitenland. In 1982 woonde hij een jaar in de Verenigde Staten en trad daar op. Daarnaast trad hij op in Azië, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten met solovoorstellingen over Van Gogh. In 1989 was een bedrijf op zoek naar een acteur voor pianiste Regina Albrink, die een show over Chopin wilde doen, en dat was Hofstra. Landelijke bekendheid kreeg hij in 1986 toen hij in de aflevering Visie ook een in zeg, NSA een gastrol speelde als Rob, Pien's nieuwe vriend uit Hoorn. Hofstra is als acteur echter vooral bekend door zijn rol als internist Dick van Lennep in Medisch Centrum West, waar hij van 1988 tot en met 1994 in alle honderden afleveringen te zien was. In een interview uit 2014, toen Hofstra 70 jaar oud was, noemde hij de rol een interessante verandering. In 2003 verscheen Hofstra in de film De Schippers van de Chameleon, waarin hij postbode Sjoerd Bonnema speelde. Ook speelde hij een theaterrol in verschillende toneelstukken, waaronder Wilhelmina zonder frills, Een brief van Vincent, Nacht der Girondijnen en List. In Vincent's Letter, in Engelstalige uitvoeringen van Vincent's Letter, werden enkele monologen geregisseerd door Margreet Blanke. Zijn collega en voormalige echtgenote Reinie Hermans. Dag Klaas Hofstra, mogen hij rusten in vrede. Xin anh em tạm biệt Clark Hofstra, mong ông yên nghỉ.